Yo, welkom bij een nieuwe video. En deze video beginnen we met een bak havermout. Alleen je ziet alweer dat ik weer een topping erop heb gedaan. Namelijk die protein spread chocoladesmaak. En de vorige keer had ik deze met witte chocola gedaan en die was goed bevallen. Dus nu heb ik de smaak Nutella. Althans, het is geen Nutella, maar in ieder geval chocola hazelnoot. Dus ik vind Nutella. En ik denk dat het wel een goede is voor de winter om die er lekker in te gaan houden. Aangezien we toch bijna ook de bulk in gaan. Dus die ga ik zo meteen testen. En deze maaltijd ben ik nu ietsjes eerder aan het eten dan normaal gesproken. En dat is omdat iemand al onderweg van de andere kant van het land hier naartoe is. En dat is namelijk Sean, als ik zijn naam goed zeg. Maar hij maakt normaal gesproken veel video's voor festivals. En hij had me een berichtje gestuurd van, joh, ik heb nog nooit een fitness edit gemaakt van een training of wat dan ook. Dus lijkt je tof dat ik een keertje kom en samen ga filmen, zodat hij er een vette edit van kan gaan maken. En natuurlijk zei ik ja, want ik vond zijn video's van festivals er super vet uitzien. Al ben ik niet heel erg van hardcore wat er ook tussen zat. Maar de edits waren super vet. Dus deze ga ik even opeten. Dan gaan we samen naar Trey Moore. Ga ik een upper body sessie pakken en dan maakt hij er een dope edit van. Maar eerst nog eventjes een kleine smaaktest van de havermout met Nutella. Die hap was ongeveer 50% chocola, geloof ik. Oké, deze wint het van witte chocola. Dit wordt wel gevaarlijk. Ik denk dat ik wel een beetje een pot per week ga gebruiken, maar havermout met Nutella, helemaal top. Gaan we deze even opeten, dan gaan we naar sportschool. Oké, dan zijn we dan nu met Sean bij Trey Moore. En je ziet het al, hij heeft zijn spullen allemaal klaarstaan. Gimbal erbij, grote lens. Dan heeft het echt het gevoel alsof ik gewoon nog echt achterloop met al mijn camera een keer. Maar ik ben benieuwd. Normaal gesproken vooral festivals dus. Yes. En nu gewoon een keer een fitness edit voor de verandering. Dus ik zeg, we gaan beginnen. Yes, let's go. Back again like I never left. Young Sinatra, that's to the death. We turned up till we go deaf. Rap pack to my last breath. I cut records like Kid Cudi. Day and night, that's all the time. From the underground to the mainstream, my same team get all the shine. They wanna be, but I never knew. I just keep the peace and get revenue. Stay true, they never do. Cut all ties. Women, that's off of they pill. We keeping it real, but they flow is irregular. Grab them again, I'm a murder on the regular. Why these bitches hit me up on my cellular? I can't take the time that I take the rhyme. It just bullshit, man, that blow my mind. I'm 23 like MJ, that's no rest like overtime. Breaking rhymes in a tour bus. We stay real to the kids. Rap pack, but every day, man, it's more of a. That money come and that money go, but this music shit, man, that's all I know. I've been broke and I got paid like a good fella that got made. I'm draped up and I'm dripped out. Went to school, got kicked out. Told my mom and she flipped out. Said fuck it all and I dipped out, but I'm back though. No time, fuck bitches, I just rhyme. Brand new state of mind, my lifestyle is so divine. Cause I've lived and I've learned. Now I hustle and earn. Cause once you in the limelight, everybody concerned. With your well-being. And if you feel okay, wish you wasn't here a year ago, why are you here today? I got professor paper, your money need an extension. I'm selling success, save up and pay attention. Money can't buy happiness, but that shit can support it. Cause what's a family of five if you can't even afford it? Oké, goede sessie gehad en volgens mij is het best wel een dope edit geworden. Ik heb nog geen idee natuurlijk, jullie al wel. En daarnaast hebben we ook nog veel content geshoot voor Instagram, waar ik wel weer blij mee was, want ik was helemaal door de foto's heen. En hij maakt twee foto's en het waren betere foto's dan ik in jarenlang heb gemaakt. Dus nu is hij in ieder geval klaar met content maken en gaan we even wat anders doen. Namelijk een pizzaatje scoren. En de Trey Moore hebben dus letterlijk aan de overkant van het plein daar. En we zitten nu dus bij Woodstone. En het chillen hier is dat je ook een pizza hebt met maar 600 calorieën. Die had ik de vorige keer ook met Cassim en Marijn gehaald. En ik weet al welke ik ga nemen. Namelijk die ene met geitenkaas, zongedroogde tomaat. En nog allemaal groenten die erop zitten. Maar dan snijden ze dus het binnen van de pizza eruit. Waardoor je natuurlijk wat minder calorieën hebt. En daarna zijn de toppings ook iets lager in calorieën. Dus voor na zo'n workout helemaal prima. Kijk, dat is hem dan. 600 calorieën. Helemaal waard. En Sean heeft ook een lunchpizza. Iets kleinere. Iets meer calorieën. Iets meer calorieën. Zin in? Yes, enjoy.
Hey, we zijn weer thuis en ik moet zeggen, het was wel echt een goede pizza. Alleen het voelt altijd wel een beetje tegenstrijdend wanneer je een goede sessie hebt gehad en je loopt uit de sportschool en dan loop je in één keer door een pizzeria in. Maar met zo'n 600 calorieën pizza kan het helemaal prima en ik ga nu ook wel langzaam een lean bulk in, dus ik kan ook steeds meer calorieën gaan eten. Maar hij was in ieder geval top en ook met Sean had ik veel vette beelden geschoten, dus ik denk dat het een hele vette edit is geworden. En wanneer je nou interesse hebt in verdere video's en foto's van hem, zal ik even zijn informatie beneden in de beschrijving zetten, zijn website en zijn Instagram. Maar dan moet ik nu even in ieder geval naar de winkel, want ik heb niet meer zoveel eten in huis. Dus dan gaan we even boodschappen doen. En dit zijn alle boodschappen die ik heb gehaald. En zoals je ziet, ik heb niet heel veel dingen gehaald. Maar dat is vooral omdat ik nooit echt zeker weet of ik nou thuis eet. Soms ga ik naar Renske toe. Soms heb ik tot later personal training. Dus ik wil niet te veel dingen in huis hebben wat over datum kan raken. Maar zoals je ziet heb ik gewoon wat basic dingen. Zoals bevroren fruit kies ik ook altijd boven vers fruit. Omdat het en wat voordeliger is. Maar daarnaast kan je het invriezen en het bederft in ieder geval niet. Want het is een beetje zonde als je allemaal bessen hebt. En daarna moet je ze weggooien. Daarom heb ik ook maar 3 bananen. Om dezelfde reden heb ik 1 pak appels, wat hummus. Dat is ook gewoon een van de standaard snacks die ik heb. Vind ik altijd heel erg chill. Of op brood of bij rijstwafels als snack. Daarnaast ook nog even een kleine cheat tussendoor. Ovenbaked chips vind ik toch wel een van de chillste dingen om als snack te hebben als je bijvoorbeeld een keertje een film gaat kijken. Verder nog 1 zo'n reep 75% cacao chocolade. En hiervan kies ik ook bewust maar 1 reep. Want als ik er 4 heb liggen, dan gaat het sneller op dan ik wil. En dan eet ik zo een reep per dag. Dus gewoon maar 1 reep kan ik af en toe 2 blokjes nemen. Vega burgers, altijd makkelijk om snel klaar te maken, bijvoorbeeld op een pita broodje of wat dan ook. En nog wat handzeep, want ja, je woont op jezelf, dus dit soort dingen moet je ook gaan halen. 1 fles cola, om dezelfde reden als de chocola wil ik niet te snel door die verpakking heen gaan, dus neem ik steeds maar 1 reep of fles, zodat ik er gewoon langer over doe. En daarnaast 1 bus zero limonade. En dit is dus ook met heel weinig calorieën. Per glas heeft deze nog geen 10 calorieën. En dat is ook iets wat je altijd moet blijven checken met dit soort dingen, of limonade, of bij andere producten die gewoon zeggen dat ze weinig suiker hebben, want soms zit er bijna geen suiker in en bijna geen calorieën. Maar ik had dus iets van 2 maanden lang steeds dezelfde limonade gehad. Dat was deze, zegt ook veel minder suiker. En in mijn hoofd had ik zitten dat het ook geen calorieën had. Maar nu keek ik nog een keer en heeft gewoon 50 calorieën per glas als je het gewoon hebt gemengd met water. Dus 50 calorieën per glas. Dat vind ik gewoon te veel voor drinken. Dus nu gaan we gewoon weer terug naar die andere limonade. En die heeft maar 10 calorieën per glas. Zelfs tijdens het bulken ga ik niet mijn calorieën drinken. En ik heb nu een tanktop aan omdat ik nu iets ga doen waardoor jullie waarschijnlijk op de video hebben geklikt. Namelijk mijn armen opmeten. Ik had in de vorige Q&A echt vaak de vraag gekregen van wat is je armomtrek, wat is je armomtrek. En ik heb geen idee. Ik heb dat echt al 2 jaar niet meer gedaan, denk ik. Dus ik dacht van ja, om even de armen op te meten voordat ik ga bulken en daarna te vergelijken met het einde van de bulk is best wel een leuk idee. Dus ik ga eerst mijn armen opmeten en dan ook nog even mijn buikomtrek meten rond mijn navel. Want dan heb ik een beetje naast mijn gewicht ook even wat extra vergelijkmateriaal. Een beetje bij het begin van de bulk, bij het einde van de bulk en dan weer als ik ga droog trainen. Dus dan ga ik nu de armen opmeten. Ik heb hier wel een handig meetlid voor. Dan kan je deze gewoon vastmaken en dan druk je gewoon op het knopje. En dan stelt hij hem gelijk helemaal strak. Moet ik zo hard aanspannen als ik kan natuurlijk. En dan zit hij op 40 centimeter. Zo, ik krijg er een armpomp van, joh. Om 30 seconden lang aanspannen. Doe ook nog mijn linkerkant. En dat is sowieso mijn minder gespierde kant, denk ik. Maar het is ook alweer goed om te zien hoe groot dat verschil eigenlijk is. Dan zie je dat hij nu inderdaad 39 centimeter is. Dus centimeter kleiner dan mijn rechterkant, wat mijn sterke kant is. Dus dat zag ik wel een beetje aankomen. Oké, ik had dus ook gelijk even mijn buik opgemeten. En die was nu 82 centimeter in omtrek. En mijn rechterarm dus 40 centimeter. En mijn linkerarm 39 centimeter. En ik weet wel dat ik echt super weinig vet op mijn armen heb. En ook als ik aan het bulken ben, dan blijven mijn armen altijd best wel droog. Dus dat is natuurlijk wel goed, zodat je de aders wat meer ziet. Maar daarnaast is dat wel iets minder omvang. Dus ik ben benieuwd als ik na 6 maanden bulken weer opnieuw mijn armen aan het meten ben, hoeveel progress ik daar dan in heb gemaakt. Maar dat was in ieder geval. Dan ga ik nu even gewoon even wat werk doen. En dan zie ik jullie later. Oké, de werkdag zit erop voor vandaag. En dan blijft het wel echt super chill als je niet uitgebreid hoeft te koken. Want er staat nog gewoon een gemeelprepte maaltijd in de ijskast. En wil je weten wat het recept van deze maaltijd was, dan moet je even 2 of 3 video's terugkijken. Want daar had ik een uitgebreide meal prep video gemaakt.
Dus voor avondeten gaan we die even opwarmen. En dan was dit een nasi meal prep. En heb ik er nog wel één ding wat ik erop doe. En dat is namelijk de maggi. Dat vind ik altijd super chill over rijstgerechten heen. Behalve als de curry is, want dan heeft het al een soort van saus. En dan heb ik daarbij nog wel een glas limonade. En dit is dan wel degene met maar 10 calorieën per glas. Want ik ga geen 50 calorieën per glas drinken. Maar dan was dit in ieder geval wel voor deze video. En vond je het nou een leuke video? Vergeet niet even een like achter te laten. Dat vind ik altijd super tof om te zien als de video veel likes krijgt. Dus vergeet dat zeker niet even te doen. En abonneer ook op het kanaal voor nog meer video's. En dan zie ik je in de volgende video. Yeah.